Ik ben Joey en vandaag zijn we op de YouTube Gallery. Erikos? Erik eigenlijk gewoon. Rick. Kijk, wacht, het staat hierop. Rick Broers, Serpent Gameplay. Romane, Lenette. En Linda de Bunk. Kim van Kim Lensen. En Alice van Alice YouTube Land. Sabrina van het YouTube kanaal Sabrina Poetri. Caro. Rogier van het YouTube kanaal en Stel Homo's. En ik vroeg me af hoe jij dan school combineert met YouTube. Ik heb een nieuw ideetje op mijn YouTube kanaal, dat heet de One Hour Song Challenge. Het idee is dat we 1 uur liedje. Dat is echt briljant voor het combineren met school. Ik heb dus maar 1 uur nodig om het te filmen. Dan edit ik maar 4-5 uur van het filmpje. Ik heb 1 of 2 week vrij op dit moment, dus op dinsdag. En op woensdag upload ik al. Dus op dinsdag ga ik gewoon de hele dag bezig met filmpje. En dan s'avonds is het klaar, upload ik, zet ik alles helemaal klaar. En dan woensdag hoef ik alleen maar om 4 uur online dingetjes erbij te doen. En that's it. Ik heb best wel een praktische opleiding, dus ik moet heel veel doen. En dat is best wel lastig, want we zijn natuurlijk met z'n tweeën. Dus we moeten samen iets maken. Dus het is heel lastig om ze af te spreken. En ik zit op de universiteit, ik mag heel erg zelf mijn tijd bepalen. Als ik een keertje niet naar oplezen wil, kan ik gewoon lekker thuis blijven en thuis terugkijken op de computer. Dus ik kan eigenlijk best wel veel tijd ervoor maken. Bij mij gaat het allemaal wel prima. Ik maak wel YouTube-video's, maar ik ben vooral zelf bezig met mijn bedrijfje. En dat is ook uit YouTube gekomen eigenlijk. En hoe ik dat combineer is eigenlijk gewoon, ja, het klinkt een beetje slecht. Maar zo min mogelijk naar school gaan als het niet nodig is. En zoveel mogelijk tijd daarin steken als het wel kan. Het is wel heel lastig, maar het lukt wel. Als je gewoon goed plant en voorbij houdt, dan is het echt wel te doen. Ik doe zelf HBO bij Amtram en het is echt makkelijk. Ik ben niet zo'n grote YouTuber, dus het is voor mij wel wat makkelijker om gewoon wat tijd in te plannen. En op zich heb ik het niet super druk op school. Ja, het zijn wel weken dat ik het wel drukker heb, maar ik probeer toch gewoon een beetje tijd vrij te maken om gewoon eventjes de video te schieten. En ik vind ergens wel de tijd vandaag. En Rick die upload 2 keer per dag. Het grootste geheim wat mensen niet zien van YouTube combineren met school is gewoon heel weinig slapen. Dat is wat voor mij in ieder geval heel erg werkt. Ik slaap voornamelijk in de trein. Ik ben ongeveer momenteel 7 tot 7 niet thuis. Huh? En dan gewoon opnemen, slapen, zielige cyclus herhalen, zeg maar. Vooral weinig slapen. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg veel. Ik loop dan zeg maar eigenlijk nu 5 dagen in stage. Dus eigenlijk werk ik altijd. Dus ik moet dan in de avond eigenlijk gewoon filmen. En in het weekend zorg ik gewoon voor tijd vrij maken om video's te kunnen maken. Maar dat vind ik echt knap, want tijdens mijn stage heb ik echt de tijd niet. Nou, ik moet je zeggen, ik upload nu 2 keer in de week. En oh wel? Ja, maar wow. Dat is niet te doen. Nee. Ik heb hiervoor mbo gedaan, dan doe ik hbo. En ik merk wel dat ik veel minder upload dan eerst. Het lukt niet meer elke week, dus ik moet het wel echt heel goed inplannen. Bij sommige dingen laat ik dan YouTube voorgaan voor school. Maar soms moet ik ook weer school voor laten gaan voor YouTube. En dat is soms wel... Het is best wel lastig, maar soms zet ik YouTube wel als prioriteit, wat ook wel slecht is, maar het is mijn grote passie. Maar ja, gewoon plannen. Ik doe het nu al sinds 2014. Gewoon plannen en dan kan ik het wel best combineren. Vroeger plande ik 1,5 uur in en dat deed ik dan voor Marshall. Zorg genoeg tijd op en daarna ging ik dan streamen. Ja, eigenlijk heel makkelijk, want ik doe een mbo en daar hoef je geen reet te doen en ik zit in mijn examenjaar. Dus eigenlijk combineer ik het niet. Ik maak gewoon video's samen met mijn vriend. Ja, dat doe ik gewoon. En dat lukt ook gewoon? Ja, dat lukt. Ja, makkelijk dan. Mbo is niet zoveel aan. Ja, goed. Voor mij in ieder geval. Ik ben dus in mijn 4e jaar van mijn opleiding toerisme management. Dat is gewoon dus hbo en nou ja, killing. Ik ben bezig met afstuderen, ik heb al vertraging en... Nou, weet je wat het is? Ik zeg altijd tegen YouTubers die dan zeggen, ja, ik heb geen tijd. Het slaat nergens op. Je moet gewoon prioriteiten stellen. En als YouTube even geen prioriteit is omdat school prioriteit is, ja, dan moet je keuzes maken. En ik merk gewoon, als je het echt wil, als je echt video's wil maken, dan maakt tijd niet uit. Dan lukt het gewoon wel door die motivatie. Maar weet je, ik heb helemaal geen spannende edit dingen of zo. Gewoon elke week een onderwerp wat ik bespreek. En weet je, ik zet de camera aan, ik film en ik knip het daarna en klaar. Ja. En wat dat betreft heb ik daar gewoon 3 uurtjes voor nodig. Maar toch? Ik moet wel zeggen, echt ja, weet je, scriptie heeft wel prioriteit. Ik heb eigenlijk heel erg hetzelfde, want ik probeer iedere week te uploaden. Gewoon 1 keer in de week, dat wil ik echt vast doen. Maar soms zit je gewoon met deadlines. Yeah. En als je dan ook nog eens een nacht moet doorhalen om een video te editen, dan trek je dat gewoon niet lang. Nee. Dus dat vind ik wel jammer. Soms zou ik wel school even op pauze willen zetten. Om gewoon me volop te storten op YouTube, want dat doe ik wel echt liever. Ja, yeah. Maar het is een beetje van, ik wil heel graag video's maken, maar ik wil ook wel heel graag... Dus het is op zich ook belangrijk. Het is niet omdat ik iedereen zeg, ja, je moet HBO doen, want anders krijg je later geen baan. Daar geloof ik niet zo in. Maar
is meer van, ik voel gewoon dat ik nog niet uitgeleerd ben. Ik wil gewoon nog best wel graag leren. In mijn eerste jaar, en ik merkte vooral in het begin dat ik heel erg moest wennen aan... Oh, op mbo kon ik makkelijk elke week uploaden, maar nu moet ik dat echt heel goed inplannen. En wil ik ook kunnen werken en nog een beetje centen verdienen. Ja, ik hoop dat ik op een gegeven moment ergens dit jaar gewoon een goed ritme ga vinden. Want ja, ik wil dat gewoon heel graag. Maar het is gewoon heel lastig, wat zij ook al zei, het deadlines en dat soort dingen. Dus ja. Ik ben continu bezig met mijn hele gezin, dus heel erg zit ik er wel mee bezig. Maar echt harder bij, dat ik allemaal dinsdag. Als je dan iets begonnen doet, kan je dan ook echt school? Het ding is dat ik school heel makkelijk, dat gaat heel makkelijk af. Dus ik heb nooit zoveel problemen om iets snel af te maken of iets te doen. En dan heb ik altijd de tijd voor. Ja, dus dat is echt heel, heel slecht. Ja, dus ik ben echt een zwakke schakel. Ik kan nooit afspreken. Het is heel lastig te plannen, maar... Vooral met een hbo-studie moet je dat echt lekker... Vooral goed plannen, dat is een moeite. En heb je dan wel eens momenten gehad dat je echt dacht van, oh, ik heb nu echt weinig tijd besteed aan school? Nou, ik had de laatste tentamen en toen dacht ik wel op een gegeven moment van, oeps. Toen heb ik de laatste dag van tevoren begonnen, ik had het veel te druk. Uh-huh. En ook gehad. Oh. Ja. Dus dat gaat jou gewoon heel goed aan? Ja, mij wel. Ik moet er wel bij zeggen dat ik heb wel VWO gedaan. Dus ik heb hbo nu en daarom misschien ook wat makkelijker. Maar ja. Nou, als het lukt, dan lukt het. Ja, het lukt. Dus dat is het belangrijkste. Hou je dat vol? Even serieus. Het is een gave, denk ik. Ik kreeg functioneren gewoon best wel goed op bijna slaap. Okay. Dat scheelt wel echt heel erg dan. Ja. Dat scheelt heel erg, Heb je wel eens in de problemen gezeten dan? Net of zo, weet ik wel. Ja, ik heb soms wel dat ik echt zo zeg van, ik wil nu eigenlijk leren. Maar aan de andere kant, ik wil ook die ene video weer niet missen. Ja. En dat is toch een beetje een dilemma. Maar alle kijkers zeggen ook gewoon, gast, ga gewoon je diploma halen en gewoon je tentamens halen. Maar het is meer voor mezelf. Dat ik zoiets heb van, ja, ik wil geen video's missen, verdomme. Het is gewoon wel echt heel belangrijk. Nu is ook belangrijk, maar ik plan het zeg maar zo dat ik zeg maar... Of ik werk ervoor, dat is ook echt een ding. Gewoon voorwerken met YouTube en met foto's en dan plekken zorg op te maken. Want stel je haalt het een keer niet, dan heb je alsnog een backup, zeg maar. Dat is het, ja. Als dat je soms echt je school echt helemaal in de mis ging door YouTube? Ja, ik ben wel een goede leerling, maar ik heb wel soms wel momenten gehad dat de school even uit het zicht zag. YouTube is ook belangrijk. Ik snap het, het is ook ja, leuk. Ja, het is leuk. Ja. Maar het is te doen, maar het is voornamelijk prioriteit stellen dan. Absoluut, het is maar net wat je belangrijk vindt. Als je YouTube gewoon belangrijk genoeg vindt, dan lukt het wel. Ja. Ga gewoon niet hbo doen als je wil YouTube. Stop gewoon met school, ga gewoon filmpjes maken. Zal dat jou leuk? Wow, dat is zeker een vlekkige lens. Wow, dat heb je heel goed gezien. Ja, ik heb alleen maar... Ja, ik heb hem... Wow, dat was ik echt compleet vergeten. Dat had ook natuurlijk nog een... Wow, maar het echt... Lukt het nou? Nee. Nee, het lukt niet. Het is niet gewoon een... Ik zie jullie hier zo echt zo... Ja, dan hij neemt ook op, hè jongens. Oh, ja. Die outtakes, ja. Het is lekker, hè?